The Woman Next Door. Heb je het meegekregen dat er gisteren vrijdag in Suriname een meisje van 15 is overleden? 15. Hoe erg is dat? Weet je waar ik aan denk? Gisteren vrijdag, hè? Was ik met mijn zoon, ben ik met mijn zoon. We dachten, ja, ik dacht, weet je wat? Zei ik tegen mijn zoon, gewoon op de Bonnefoy, laten we wat leuks gaan doen. En we zijn samen naar het winkelcentrum geweest. We zijn gaan lopen, winkel in, winkel uit. Het was gewoon lekker. We hebben gebabbeld. Echt moeder, zoon. Want zijn moeder was weer wild. Want ik ben naar kleren gaan kijken. Ik had zo'n leuke, gezellige moeder-zoon dag gisteren. En dan zit ik te denken, terwijl mijn zoon en ik leuk aan het wandelen zijn, is 8 uur vliegen in een ander land, in mijn geboorteland, is er dan een meisje van 15 die vecht voor haar leven. Dat doet me zo zeer. Omdat ik denk, hoe gek het leven kan zijn, hè? Soms is het leven oneerlijk. Maar überhaupt zit ik alleen maar te denken, wat doet een meisje van 15 in een pensioen? En jullie weten hoe dat gaat. Volgens in ieder geval volgens de bronnen, ze was in resort Livorno, in een pensioen. 1. Ik vind dat heel erg dat ze in gezelschap is van een man, in een pensioen. Want laten we eerlijk zijn, is niet om tikkertje te spelen. Dus ik vind dat die man een pedofiel is. Hij maakt misbruik van kwetsbare meisjes. Dat is 2. En 3. Ik vind hem een rotzak. Wat doe je met een meisje van 15 in een pensioen? Iedereen vraagt zich natuurlijk af, wat heeft zich afgespeeld? Blijkt dus dat de beheerder van het pensioen gezegd heeft, dat die man heeft gezegd dat het meisje is uitgegleden, een snijwond aan dat been heeft opgelopen, dat begon hevig te bloeden, en dat ze dan door zijn gereden naar het politiebureau. En het politiebureau heeft ze begeleid naar SHE, eerste hulp. En bij de eerste hulp is ze aan de verwondingen overleden. Punt is dat er iets vreemds heeft plaatsgevonden in het pensioen. Interesseert mij niet wat daar heeft plaatsgevonden. Punt is, wat doet een meisje van 15 in een pensioen met een man? En dat ze daarna moet vechten voor de leven. Is dat al niet erg? Wat ook uit de bus komt, ze is er niet meer. Weet je wat het is? Dit is één incident. Ik heb het echt over dit specifieke incident. Laat het een les zijn voor andere jongelui van 15 jaar. Willen ze dit ook gaan doen? Met een man meegaan voor I don't know what? Want je weet dat dit ook een stukje moreel verval is, hè? Het is moeilijk in Suriname. Mensen hebben het moeilijk om rond te komen. Mensen verkopen hun lichaam. En meisjes van 15 belanden dan met mannen in pensioens. Meisjes van 15 moeten gewoon jong zijn, leuke dingen doen. Praat met je kinderen. Laat dit een aanleiding voor jou als ouder zijn om niet alleen maar te klagen en af te geven op wat er in het land gebeurt. Maar probeer thuis even hand in eigen boezem en praat met je kinderen. We kunnen niet vingers wijzen naar die. Intussen gebeurt dit allemaal. Als jij geen actie onderneemt, raak je straks je dochter ook kwijt. Dat is toch niet wat je wil? Dus ik zou proberen om nu zoveel mogelijk, als je het al gedaan hebt, doe het nog meer en blijf het doen. Praat met je dochters, want dit kan ook het gevolg zijn als je naar een pensioen gaat met een man. Maar ze is er niet meer, we zullen het nooit weten. Hoe moeilijk jullie het ook hebben, laat het geen reden zijn om met mannen naar pensioens te gaan.